De liederen, gedichten en gebeden in het Gruthuse handschrift zijn niet ondertekend. En wie het boek doorbladert, krijgt de indruk dat het een anonieme verzameling met teksten is. Dat past wel mooi bij het beeld dat veel mensen van de middeleeuwen hebben. Kunstenaars werkten om God te eren en bleven zelf in de schaduw. Dat beeld klopt niet en al helemaal niet voor de teksten in deze verzameling. Toen het Gruthuse handschrift in de 19e eeuw werd ontdekt. En uitgegeven was er in eerste instantie helemaal niet zoveel aandacht voor de auteurs van deze teksten. Twee gedichten werden toegeschreven aan Jan van Hulst. Zijn naam is namelijk te lezen in twee acrostichons, ook wel naamdichter genoemd. De beginletters van opeenvolgende versregels vormen samen de naam van de dichter. Later dook nog een tweede naam op, Jan Moritoen. En hij is vervolgens lange tijd als de belangrijkste dichter van de twee beschouwd. Klaas Heroma, die in 1966 een opzienbarende uitgave van het liedboek publiceerde, reconstrueerde op basis van de teksten het milieu waarin de liederen werden geschreven en gezongen, inclusief een amoureuze driehoeksverhouding waarin Jan Moritoen en Egidius een rol speelden. Voor Heroma stond als een paal boven water dat Jan Moritoen de geniale dichter was, een 15e-eeuwse Bredero en dat Jan van Hulst maar nauwelijks in zijn schaduw kon staan. Heroma's geruchtmakende reconstructie van de dichterlijke kring werd al snel verworpen en langzaamaan is ook het auteurschap van Jan Moritoen ter discussie gesteld. Moritoen was een steenrijke ondernemer in de bondhandel en behoorde tot de bestuurselite van Brugge. Hij was waarschijnlijk eerder mecenas dan dichter. Wel nauw betrokken, maar niet als maker van de gedichten. Zijn plaats is overgenomen door Jan van Hulst, die tegenwoordig gezien wordt als de belangrijkste, mogelijk zelfs de enige gruutse dichter. Een verrassende keuze is dat niet. Jan van Hulst was op allerlei terreinen actief in het culturele leven van Brugge. Hij zong, speelde toneel, organiseerde feestelijkheden en richtte in 1428 de eerste Rederijkerskamer op. Van tweederangs artiest, zoals Heroma hem zag, is juist hij nu een literair genie geworden. Het kan verkeren. Hoewel de meeste wetenschappers vandaag geloven in het auteurschap van Jan van Hulst, is de discussie nog niet helemaal gesloten. Hoe dan ook staat het in ieder geval vast dat het om werk gaat van iemand die hooggestemde opvattingen heeft over het dichterschap... en die wil laten zien dat hij aan hoge eisen voldoet. De dichter was volop bekend met wat er in de literaire wereld gaande was. Hij schreef zijn liederen naar het voorbeeld van de fixe, de min of meer standaard dichtvormen uit de Franse traditie... rondeel, virelet en ballade. Ze leverden hem modellen... ...waarop volop kon worden gevarieerd. Tegelijk blijkt uit allerlei Duitse taalvormen... ...zoals hertse voor hart... ...dat de Gruthuze dichter ook beïnvloed was... ...door de grote traditie van de Duitse minnezang. De dichter plaatst zijn werk in een internationale context... ...en verwijst bijvoorbeeld naar het werk van Eustace Deschamps... ...een toonaangevende Franstalige dichter... ...in Hofkringen rond 1400. Bovendien... Was hij goed vertrouwd met het werk van Jacob van Maarland, die al in de 14e eeuw gold als grondlegger van de Nederlandse literatuur? Meteen al de eerste regel van het eerste gedicht, Konst, kracht, willen zonder daad, is een ontlening aan een van Maarland's gedichten. Het publiek van ingewijde literatuurkenners moet dat wel hebben opgemerkt. Nergens maakt de dichter duidelijker hoe hoog de lat ligt. Als juist in de proloog van dat eerste gedicht. In veertig versregels benadrukt hij het belang van ambachtelijkheid, aanleg en wilskracht. Wie deze drie niet in zich verenigt, hoeft zich niet te wagen op de weg van de konsten, een term die eerder slaat op vaardigheid dan op ons begrip kunst. Jan van Hulst en zijn vrienden hebben een elitaire opvatting over wat literatuur is. Konsten is alleen voor ingewijden. Die rude en weet hoe ver hoe bie den rechten loon der konsten zie, dus wil ik minen wagen mennen aan die de wegen der konsten kennen. Zo zal min pine in den fien... naar rechter werden vergouden zien. In vertaling is dat, de onbeschaafde weet in de verste verte niet hoe het kunstwerk naar waarde beloond moet worden. Daarom wil ik mijn wagen mennen voor hen die bekend zijn met de weg der kunst, waardoor ten lange leste mijn inspanning naar waarde beloond zal worden? Aan het slot van het gebed Zonder smette zalige rozen maakt Jan van Hulst zijn naam bekend in een acrostichon. Daar schrijft hij ook over zichzelf. Niet dat ik dichter ben vermaard, zegt hij. Niet dat ik een beroemde dichter ben. Soms zijn die woorden aangegrepen om Jan van Hulst als een tweederangsdichter weg te zetten. Maar uiteraard is er iets anders aan de hand. Hij schrijft deze woorden in een gebed waarin de gelovige zijn eigen zonde onderzoekt. Om zo'n tekst geloofwaardig te laten zijn, moet de dichter zichzelf wel als nederige zondaar presenteren. Hij kent de regels van het spel. Zijn woorden zijn de geposeerde bescheidenheid van een dichter die in zijn werk laat zien een ware meester te zijn.